hij hem aan. Wat erg. Op de stroomdraad. Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik kan je heel verrassend natuurlijk weer vertellen, dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video, want ik ben hier samen met mijn vriendje Rutger! Klop, 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 hoi, ik ben hier! Dit is echt heel raar op deze manier. Ja. Hoe is die links? Ja, hi. Kijk, er zit hier een... Niet doen! Hij valt om. Sorry. Oh, dan moeten we hem weer helemaal vastzetten. Een hele stevige wand is hier aangebracht. Totaal niet. Ja, en deze wand staat hier natuurlijk niet zomaar, want wat gaan we doen, Rut? De telepathie challenge. Twin telepathie challenge. Het enge is dat vaak als jij iets zegt, dan wilde ik dat eigenlijk net zeggen. En andersom is dat ook heel vaak. Ja. Dus volgens mij hebben wij wel een soort van telepathische band met elkaar. Om een test te doen, steken ze een aantal vingers op. Dan ga ik kijken of ik het kan voelen. 3. Ja, dat kan echt niet. Ik deed 3 vingers. Echt? Ja. Oh. Nou, het gaat wel aardig goed. Dit is heel erg eng. Maar wij gaan vandaag niet zomaar een telepathie challenge doen. We gaan vandaag de Freak Shake telepathie challenge doen. Freak Shake is een milkshake, maar dan enorm freaky, want hij is heel hoog en groot. En er zit heel veel snoep op en heel veel lekkere dingen en gewoon heel erg heftig. En dat gaat hier allemaal mee gebeuren. Als jullie er ook klaar voor zijn en hier heel erg veel zin in hebben, doe dan vooral eventjes een duimpje omhoog. En vergeet hier beneden natuurlijk niet eventjes te abonneren als je nog niet op mij geabonneerd bent. En vergeet natuurlijk ook niet eventjes om op het belletje te drukken om op het hoogte te blijven van elke nieuwe video. En misschien een leuke vraag voor jullie. Wat is jullie favoriete milkshake? Die van mij is aardbei. Ik pak eigenlijk altijd aardbei. Wat doe jij, Rut? Wat ben je aan het doen? Ik wilde eigenlijk wegkruipen zonder dat je door had. Mijn favoriete milkshake is vanille. Heel oldschool, maar gewoon lekker. Ik voel me helemaal buitengesloten in dit gedeelte van de video, want ik zit gewoon, ja, een beetje opgesloten, alsof ik weer in de kast zit, zeg maar. Goed, we gaan naar de allereerste ronde, want om een milkshake te maken heb je natuurlijk ijs en melk nodig. En wij gaan kijken welke keuzes wij apart van elkaar gaan nemen. Oké, er staan hier 3 bakken ijs en ja, we moeten 1 ijssmaak gaan kiezen natuurlijk. Bosbessen, we hebben 3 chocolades. En slagroom. Rutger, ik vind dat jij als allereerste mag gaan kiezen en dan moet ik dus gaan voelen... Ja, wat jij hebt gekozen. Oh, wat erg. En ik ga echt al puur op mijn keuze af, toch? Ja, jouw keuze. Oh, lastig. Want ik zou, als ik dit in de ijswinkel zou zien, dan zou ik ook niet kunnen kiezen. Ik heb gekozen, ik ga voor deze. Oké, dit vind ik echt heel lastig. Ik weet dat jij altijd... Ja, ik hou meer van chocoladesmaak en misschien vanille nog. Maar jij houdt meer van fruitsmaakjes en wat scherpe smaken. Dus mijn gevoel zegt, deze zou jij kiezen. Dus ik denk dat jij hebt gekozen voor de bosbessen cheesecake. Ja! Echt? Klopt dat echt? Ja, dat klopt echt. Meen je dat? Kijk. Oh my god. We hebben hetzelfde gekozen. Oh, nou. Oh. Telepathie on point. Hij ziet er ook echt heel erg lekker uit. Heel lekker. Nou, oké, laten we gewoon een paar scheppen in onze bak doen. Ja. Pas op. Ik deed helemaal niks. Er zit hier water in. Er zit hier allemaal water over me heen. Oh. Oh, en de ijsschep is ook gevallen. Ik eis wel een schone. Kijk, dit is mijn bak. Oh, dit is mijn bak. Wow! Nou, het is tijd voor de volgende ronde, Rut. Pak het er maar bij. We hebben hier 2 soorten melk. We hebben verse halfvolle melk en we hebben Alpro melk met kokosnoot. Hier zit geen kokosnoot in. Dit is gewoon almondmelk. Echt? Hebben we wel al 2 deze? Ja, maar daar... Oh, dit is almondmelk! Ja, daar staat toch geen kokosnoot op? Oh, stom, dom. 3, 2, 1. Ik heb gekozen. Deze, denk ik. Ja, ik weet niet welke... Oh, wacht. Laat hem zien. Deze. Ja, klopt. Almond. Ja, maar dit was heel makkelijk. Ja, dit was niet zo moeilijk. Ik kan niet zo goed tegen melkproducten. Hij gaat poepen als die melk drinkt. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik krijg heel veel buikpijn. Ik hoef helemaal niet te poepen als ik dat pak. Jezus. Het is nu nog makkelijker, maar straks wordt het echt veel moeilijker als ik ga versieren. Nee, dat komt. Oké, dus, maar dit gieten we nog niet in de kom. Dit doen we straks. We gaan nu onze milkshake helemaal blenden. Dus we gaan dit in een blender doen. En de melk erbij. En dan wordt het al natuurlijk een milkshake. Vier jij bij de knop?
Ik ben echt bang dat het eraf schiet of zo. Oh! 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 Ik denk dat het goed is, of niet? Zit er ook iets aangesloten op jouw lichaam? Nou, dat is heel raar als je dat zegt. Oh, oh. Volgende ronde, we gaan de binnenkant van het glas versieren met saus. En we hebben chocoladesaus en aardbeiensaus. En ik ga kiezen, toch? Ja, jij mag als eerst gaan kiezen. Ik heb gekozen. Wat denk je? Heb je gekozen al? Ja. Ik denk... Je bent toch echt een chocoladeliefhebber, hè? Maar aardbei ziet er leuker uit. Ik kies aardbei. Klopt dat? Nee! Nee! Ik had chocoladesaus. Echt? Dat vind ik super lekker. En ik dacht, anders heb je aardbei op aardbei. Oh, heel jammer. Een soort van bosvruchten en aardbei. Maar wat wel leuk is, is dat we nu alle twee een andere shake hebben. Dat wel. Je houdt hem een beetje schuin, denk ik. En dan... Ik zie het niet. Oh! Nee! Oh, nee! Ik heb mijn handen vol. Er ligt allemaal water hier nu. Ik hou hem dus een beetje schuin. Oh ja. En dan ga ik hem ronddraaien. Bij mij wordt het heel lelijk. Wow. Maar die mijne is zo. Alsof er iemand ongesteld is geweest. Het is tijd voor de volgende ronde. En dat is de inhoud nog voordat de shake hierin gaat. Ik was veel te snel net. Gaan we eens kiezen voor chocoladestukjes erin? Of gaan we kiezen voor aardbeien erin? Ik kies deze. Ik heb gekozen. Oké. Okay. Even voelen. Even naar mijn innerlijke chakra luisteren. Ik ben nog energie aan het sturen. Ik voel het. Echt? Ik weet het, denk ik. Ik ga voor deze. Yeah! Hey, high five! Dat was heel goed. Ja, gewoon onderop zo, leuk. Oh, zo onderop. Ja? Kijk, dan krijgt de shake ook nog wat inhoud, snap je? Oh ja, dat... kan ik dat dan ook bij mezelf doen? Dat je wat inhoud krijgt. Denk ik dat het een beetje onmogelijk is. Oké, okay, nou, ik ga mijn shake vast erin gieten. Zo. Oh, ik hoop dat het er leuk uitziet. Oh. Het klinkt heel vies. Het is te weinig, hij moet vol natuurlijk. Ah, het ziet er wel cool uit hoor. Kijk, die onderlaag. Heel vet. Oh. Cool toch? Ja. Oh. Nou, Rutger gaat zijn shake nu ook vullen. Die van mij is al vol. Zo. Nou, geweldig, Rut. Ik ruik een beetje vuur. Dat geluid is echt verschrikkelijk. Ja, dat hoorde ik vanmorgen ook toen ik op de gang liep. Nou, dat is helemaal niet waar. Ja. Hij haalt het. Ik wil het zien. Maar ik zit helemaal onder. Wow. Ik zit, ben helemaal vies. Oh, dat is heel dom wat ik nu doe. Mijn tafel is vies, mijn broek. Maar waarom doe je dan zoveel erin? Doekje. Raakt hij hem aan? Wat erg! Op de stroom! Wat gaat mis? Oh. Echt een verschrikkelijke video is het weer. Maar het is maar goed gekomen. Nou, we zijn er nog. Het is tijd nog. Ja, en het is tijd voor de volgende ronde. Want we hebben nu de shake weer opnieuw gemaakt, want die van mij was dus omgevallen. We kunnen nu kiezen voor een soort van topping bovenop de shake. En we kunnen kiezen voor donuts. Laat ze maar zien. Of doe je dat al? Ja. Of een wafel. Oké, okay, ik ga kiezen, ja? Ja. Ik kies voor deze. Heb je iets? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat je voor deze kiest. Dat zijn de donuts. Ja, klopt. Ja. Ik vind die wafel heel saai. Ja, ik ook. Oh, maar nu, we kunnen nog eentje doen. Oh ja, zal ik welke dan eentje kleur kies jij? Oh. Oké, okay, ik ga erin kiezen. Heb je hem? Ik heb hem. Oké, okay, ik denk dat je deze hebt gekozen. Welke? Roze. Nee! Echt niet? Ik ben een hele roze milkshake aan het maken. Ja, ik dacht juist chocola, want dan heb je een leuke accentkleur weer. Jammer weer. Nou jongens, zo ziet mijn freak shake er nu uit. Leuk al wel. Heel leuk. Oké, okay, het is tijd voor het volgende onderdeel. We hebben hier heel lekker Oreo staan. We hebben de Toblerone en Skittles. Ik kies deze. En ik kies deze. Heb je twee dingen gekozen? Ja.
invoelen. Ik zend energie. Ik denk deze, deze. Dan gaat deze weg. Oké. Okay. Ja? Ja. Welke heb je gekozen? De Oreo. Ik ook. En de Skittles. Ik ook. Echt waar. Nice. Heel goed. Maar we kunnen hem natuurlijk niet versieren als we geen slagroom op hebben zitten. Nee, nee, die heb ik hier. Dus, heb je die ook? Ja. Dit wordt echt heel erg leuk. Oh, wacht, maar ik ga ook wat slagroom onder de donut doen nog, denk ik. Dit is een heel raar beeld hoe ik zat. Oké, okay, ja, ik doe ook wat onder de donut. Oh! Oh my god. Dit is heftig. Maar mijn rietje zit er nog in, jouw ook? Nee. Oh. Misschien moeten we die erin laten. Dan valt hij niet eruit. Oh my god, Rut, dit gaat echt uitvallen allemaal, denk ik. Dit is echt heel heftig. Wow, nice. Oh, maar we moeten wel heel snel zijn, want dit gaat natuurlijk smelten. Ja, we moeten het nu goed doen. Oké, ik ga de Oreo's erop doen. Een Oreo. Zo. Oh, maar dit gaat er echt, oh, het valt er nu al af, jongens. Dit is zo erg. Oh my god. Dit ziet er wel schattig. Heel erg leuk uit. Mini Oreo's, een soort kerstboom heb ik bovenop. Schiet op. Mijn smelt al. Oh ja. Snel! Dan krijg je Skittles niet open. Oké, Skittles. Oh. Hoe doe jij dat niet subtiel? Het is tijd voor de volgende ronde en ook de laatste ronde. De helft is er mij al afgevallen zoals je het ziet. Het smelt dus weg. Oké, nou, we hebben twee opties. We hebben spekjes en hoe heet dit eigenlijk? Rubino. Rubino, waarmee je hem als laatste de finishing touch kan geven aan jouw freak shake. Welke ga jij kiezen? Ik ga voor deze. Heb je hem gekozen? Ja. Ja, ik denk dat je voor deze gaat. De Rubino's. Yes! Yes! Oh my god, wij zijn echt heel goed hierin. Oké, laten we het snel erop doen. Oh. Oh my god, dit gaat er helemaal... Oh, hij ziet er echt heel erg leuk uit, deze. Ik at dit eigenlijk nooit als kind. Nee. Dit is mijn freak shake. Het is echt één grote smidde. Ik wil hem zien, haal het schot weg. Oh! Mijn freak shake. Leuk! Hoe smaakt die? Dat is de grote vraag. Daar gaan we hoor. Oeh, er zit spek in bij mij. Het is wel een beetje veel, hè? Het is een beetje heel erg veel. Je drinkt echt een bak ijs gewoon. Het is een challenge op zich om deze vervolgens nog op eten. Ik vond het heel erg leuk om dit te doen. Ik vond het wel echt, het is één grote puinhoop die echt overal ligt eten. Het is verschrikkelijk. Alles is misgegaan. We kunnen geen slijm maken, we kunnen geen milkshakes maken. Wat kunnen we eigenlijk wel? Wat kunnen we wel? Nou, laat het even weten. Hier beneden in de reacties. Nee, ik wil wel even weten welke shake vind je uiteindelijk mooier geworden. Ja, die van mij of die van Rutger? Ik denk die van mij. Die van mij ziet er best heel uit. Zo. Nou goed, laat het even weten in de reacties. Ik wil jou erg bedanken voor deze chaotische challenge. En we hebben trouwens nog een video opgenomen. Ja, de drink niet uit de verkeerde beker challenge staat op mijn kanaal. Dus klik zo meteen eventjes waar je het ook maar ziet. Ja, en in de beschrijving staat het ook. Die is afgelopen donderdag online gekomen. Wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe even nogmaals een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinter nieuwe video. Au, doei! Doei! Ik plak. Schrikkelijk!